En daar, jullie mensen van Dutch Gaming, welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En vandaag zijn we dus aangekomen weer in onze nieuwe carrièrevideo. En ja, zoals jullie zien moeten we vandaag in de Champions League spelen. We hebben ons al veilig gespeeld in de vorige video, maar vandaag kunnen wij groepswinnaar worden. En dat is natuurlijk belangrijk, zoals jullie ook al uit de titel zagen, kunnen wij groepswinnaar worden in de Champions League. Ja, nou, beter voor mij wel, want dan is het ook beter voor het Nederlands voetbal. En dan zien jullie daar ook Ajax blijft winnen. Ja, ja, Ajax blijft zeker winnen. En dan moet het dus gebeuren in de Johan Cruijff Arena tegen Bayern München. Ajax ongeslagen in de Champions League. Ja, in de Eredivisie draait het niet zo heel lekker. Maar ja, in de Champions League, daar gaat het juist een beetje om bij de Amsterdammers. Dan zien we hier Griezmann die een beetje, ja, zich warm loopt en overal tegen aan knalt. Maar ja, alsnog weet te schieten, dacht ik. En dan begint de wedstrijd Ajax-Bayern. Ik let jullie even over aan de Napel. Vandaag staat de koppositie in de groep op het spel. En die is van belang, want het geeft straks een voordeel bij de loting voor de knock-out fase. Speelronde 6 alweer in de UEFA Champions League, jury. We zijn bijna klaar met de groepsfase. Hard gegaan wat mij betreft. Ja, maar daar krijgen we natuurlijk de knock-out fase voor terug. En die is vaak nog spannender. Ik ben benieuwd welke teams de laatste 16 gaan bereiken. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en Bayern München. We zijn alweer bezig aan de laatste speelronde in de groepsfase van de UEFA Champions League. We maken ons langzaam maar zeker op voor de knock-out fase en dan gaat het toernooi eigenlijk pas echt beginnen, Evert. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. De trainer heeft gekozen voor 4-5-1 met één aanvaller dus voorin. Ja, waar moet je daar nou mee? Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje afwachten hoe de middenvelders het invullen. Maar ja, één aanvaller is wel erg weinig. En hier zien we de beginopstelling van Bayern München. Zouden die spelers het zelf al begrijpen, Juri? 4-4-2 met een schaduwspits? Ja, die zal in de ruimte tussen het middenveld en de aanval spelen om vandaar kansen te creëren en zelf gevaarlijk worden. Ja, ik ben benieuwd hoe het uit zal pakken. Oké, dan is de wedstrijd Ajax-Bayern officieel begonnen. Althans, ja, nu. Ajax-Bayern is begonnen aan de wedstrijd en Ajax wil direct de aanval op gaan zoeken. De speelronde van de groepsfase van de UEFA Champions League. Laten we eens gaan kijken welke spelers zich vandaag van hun beste kant laten zien. En Ajax direct bij de eerste kant van de wedstrijd, gekeerd door Manuel Neuer. Wordt de hoekschop gevaarlijk? We gaan eens kijken. Ja, maar Griezmann kopt over. Ik bedoel, ja, nee, Malagan kopt over. Ajax natuurlijk aankopen gedaan die waarschijnlijk in de winterstop aankomen. Jan Vertonghen en alles komen ook mee. Inmiddels aangekomen in de 43 minuut waar Ajax op een voorsprong komt in de Johan Cruijff Arena. Met maar liefst 1-0 tegen Bayern München. Ajax natuurlijk helemaal blij, maar momenteel staat het. Heeft het de groep binnen. En ja, er wordt gevierd met de supporters door Donny van der Beek. Want hij scoort natuurlijk die 1-0 binnen. En natuurlijk zijn ze daar hartstikke blij mee in Amsterdam. Dat is lekker. Maar ja, ze zijn er nog niet. Dat weet Van der Beek ook. Ja, goede timing zou ik zeggen. Mooi doelpunt hoor, in de herhaling. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Niks mis mee. Van der Beek die scoort. Ook niet erg, want Griezmann scoort normaal altijd. Ja, en de coach is hartstikke blij van Ajax. Gevierd, want de voorsprong is binnen. En dan zien we hier Van der Beek, doelpunt in de 44 minuten, zijn eerste doelpunt in de Champions League. Roberto Firmino, Boateng,
James Rodriguez. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. De Wit kreeg trouwens Rodriguez. Ook nog geel voor een overtreding. En dan is de extra tijd ingegaan en Ajax zit een beetje nu over te tikken. Nee, maar zoekt direct weer de aanval op met daar Griezmann die de bal niet krijgt. En dan is het rust in de Johan Cruijff Arena. Dus Ajax en Bayern. Dat ticket voor de knock-out fase al op zak. Ja, je ziet aan alles dat ze ook nog iets hebben om voor te spelen. Kijk, als ze dit de tweede helft vast weten te houden, dan worden ze gewoon een groepswinnaar. En dan zijn we inmiddels aangekomen in de tweede helft, waar we in de 62e minuut zitten met Bayern in de aanval met Coman, Tolisso, Roberto Firmino. En Roberto Firmino schiet net naast. Oei, en Coman wordt gewisseld voor... uit mijn hoofd Roos. Nee, Alaba wordt gewisseld bedoel ik voor Roos. Ah, Bayern heeft goede aankoop gedaan, maar Ajax weer in de aanval. Ajax weer op de helft van Bayern. Ajax, Griezmann, 2-0. Het is Griezmann die scoort. Ajax gaat die winnen. Dat is enige wat duidelijk is. Bayern wordt tweede. Dit had toch niemand verwacht. Maar ze controleren de wedstrijd. En creëren veel meer kansen dan hun tegenstanders. Inderdaad, ze hebben een aardige opbouw. En de tegenstanders weten gewoon niet wat ze ermee aan moeten. En dan komt Ajax dus op een 2-0 voorsprong. En dat had inderdaad niemand verwacht. En de trainer blij. Ja, de coach oogt op zijn gemak. En dat is logisch, want vooralsnog is er voor zijn team geen vuil in de lucht. En dan moet Bayern dus op zoek naar die aanstellingstreffer in de 67e minuut van de wedstrijd. Want ja, Bayern is een groepswinnaar. Want dan kom je natuurlijk wel tegen wat makkelijke ploegen in de loting. Is ver, maar ook echt ver weg. Robert Lewandowski. En dat weten de supporters die mee zijn gereisd naar Amsterdam kan ook. Niet missen. En daar verdedigt Ajax gewoon weer goed. We hebben nog 20 dat was zelfs Griezmann die daar mee verdedigde. Nee, laat maar, dat was Griezmann niet. Ze krijgen en Bayern is zo agressief dat Ajax zelfs een vrije bal krijgt. Lewandowski die daar ja, te laat ingleed. En daarom wordt Schöne daar niet bereikt. Daar krijgt Schöne toch en de bal. Ajax is weg. En Tadic. Maakt zich los van de Tadic. Tadic, oh bijna 3-0 ook nog voor Ajax. En heeft de bal vast. En dan zitten we inmiddels al in de 75e minuut. En dan komt Roos aan de bal, Coman. Maar Bayern die blijft een beetje op eigen helft voetballen en dat is niet heel slim. En dan zijn we inmiddels aangekomen in de laatste minuten van de extra tijd en het is zelfs al afgelopen. De wedstrijd zit erop. De club overleeft de groepsfase en overwint het in de UEFA Champions League. Ik denk dat de trainer tevreden zal zijn. Ja, en ik ben benieuwd wat er nog in het vat zit voor dit team. En dat zijn mijn inkomsten voor Ajax hoor. Grote inkomsten bij Ajax voor natuurlijk de groepswinnaar in de Champions League. En dat is voor Nederland een goed gevoel, want dat betekent misschien wel dat Ajax ver kan komen. En dan zien we ook gewoon dat Ajax 10 schoten heeft en Bayern maar 4. Nou, in balbezit zag ik het niet. En dan zien we dat Young Boys met 2-0 verlies van Juventus. Manchester City met 3-0 van Hockenheim. Van Hoffenheim, Real Madrid met 3-1 van CSKA Moskou. Shakhtar Donetsk verlies met 2-3 van Olympique Lyon. Benfica en AEK Athene verloren of eentje verliest of gelijk speelt. Maakt niet uit, prijsgeldtoernooi zien we staan. En dan moeten we tegen de Graafschap. En dat is natuurlijk een wedstrijd die we eigenlijk wel moeten gaan winnen. Want ja... En dan hier kijk eens even naar de prijsgeld. Dan zien we dat we 27.850.000 van de UEFA Champions League hebben gekregen. Ook al 27,5 miljoen. Dat is lekker. En dan zien we dat we 5 punten voor staan op Feyenoord. Dat betekent dat we een uitstapje mogen maken tegen de Graafschap. Het liefst niet, maar ja, de euforie van de Champions League zit natuurlijk nog wel steeds in het team. Dus ja, wie weet spelen we wel, verliezen we wel bij de Graafschap. Zien we ook op het nationaal team Bolivia nog niet echt hoeven. Ik wacht op het aanbod van het Nederlands elftal een beetje, maar ik ga eerst proberen met dit team... te spelen en uiteindelijk zien we ook wedstrijd verplaatst en dat betekent dat de wedstrijd tegen FC Utrecht verplaatst is door de Champions League doordat we zijn overwinterd zeg maar. Dan zien we hier de Eredivisie stand dus en
En dan kijk ik eens even nu naar de Champions League stand. En dan zien we dat 4 punten verschil, Bayern. En dat is een lekker gevoel hoor. En ook heel veel, nou ja, 1 doel zal al meer. En ook 3 tegengoals minder. Ja, dat is lekker. Bayern krijgt natuurlijk een grote tik in Amsterdam. En ja, dan moet de Graafschap het opnemen tegen een in Ajax die in vorm is. Ja, dat zou ik eventueel niet durven. Maar dan zien we Neres die tegen de Graafschap een beetje aan het oefenen is. Maar ja, het lukt hem nog niet heel erg natuurlijk. Maar ja, dat is ook niet heel erg natuurlijk. En dan laat ik jullie weer over aan Evert. Griezmann is voor het oog van de camera bezig aan zijn warming-up. Hij is de beste schutter, dus de verdedigers kunnen hun borst nat maken. Dag beste kijkers thuis, mijn naam is Evert ten Apel en ik heet u van harte welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en de Graafschap. De thuisploeg verschijnt vandaag aan de middenstip met de beste verdediging van de competitie. Ja, ik denk dat de trainer weet dat een betrouwbare defensie aan de basis staat van succes. Kijk, als het achterin goed staat, wordt het veel makkelijker om wedstrijden te winnen. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. 4-5-1, ja, waar moet ik dan toch aan denken, Juri? Wat is dat nou toch voor een systeem? Nou, dit is een systeem om vooral de tegenstander te verdedigen. He, je houdt het op en hopen op een countertje. Ja, ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Beide trainers hebben vandaag gekozen voor hetzelfde systeem, 4-5-1. Nou, ik denk niet dat het erg spectaculair gaat worden. Dat zou kunnen even, maar elk middenveld herbergt voldoende offensieve kracht om die ene aanvaller te kunnen ondersteunen. En dan kunnen we beginnen aan Ajax. De Graafschap als de aftrap wordt genomen door Antoine Griezmann. Kunnen we beginnen. En de Graafschap supporters wachten. Want er is al lang gefloten. Griezmann wacht. Griezmann is nog in dromenland. Wordt nu wakker gebeld door Donny van der Beek. En hij zegt dat hij de aftrap moet nemen. En dat wat gebeurt. Kan Ajax hier vandaag laten zien? Van der Beek. Ze nemen in elk geval Schöne. De aftrap voor de eerste helft. Tadic. Tadic op Schöne. Schöne. Lasse Schöne. En Ajax wil direct dus vol op deze wedstrijd beginnen. En ja, ik begrijp als daar ze de hele kant ook wel natuurlijk. Dan kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. En Ajax wil natuurlijk direct die aanval opzoeken. Want ja, het is niet fijn om direct bij 0-0 te beginnen na een 2-0 overwinning bij Bayern München. Die en dan tegen zulke lage niveau club spelen. Dus ja, dan verwacht je wel een dikke overwinning. Maar ja, in de 44e minuut staat het nog steeds 0-0. En de Graafschap komt er één keer gevaarlijk uit. En we dan gebeurt twee dit. De Graafschap in de gevaarlijke aanval met Narsing. Abena. Opbouw, ze zoeken een gat in de Narsing. Geef één keer voor op Serarens. Serarens wordt nog geblokt, maar dan wordt het uiteindelijk slecht sluiting geschreven. En dan staat het 1-0 voor de Graafschap. Iets wat je niet verwacht. Maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. We zien nog een keer hoe die bal erin gaat. Nou, ja, geblunder achterin bij Ajax en dan staat het 1-0. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. En natuurlijk is Ser Arends blij met een doelpunt tegen iemand die vers zijn in de Champions League. Maar ja, 10e doelpunt alweer in de Eredivisie voor Fabian Ser Arends. Doet hij goed. De Graafschap doet het natuurlijk ook niet slecht dit seizoen in de Eredivisie. De eerste helft dus. En dan is de eerste helft voorbij en dat betekent dat Ajax wel, ja, ik zeg het gewoon, kutgevoel de rust in gaat.
En dan denk ik aan wisselen, want ja, ik wil graag sparen. En dat betekent dat wij wat dingetjes moeten gaan doen. En dat betekent dat ik dus die wissels van Tadic een beetje bij de wit hou. De tweede helft is van start gegaan. Want er moeten sowieso punten gehaald worden. Hoewel is het maar eentje, het is belangrijk. Want misschien verliest Feyenoord wel. De tegenstander weet de paas eruit te halen. En dan is die ene punt wel weer dat het 6 punten verschil is. En dat is buitenspel. Buitenspelval werkt. Voor de Graafschap. En dan moet Ajax natuurlijk scoren in de 79e minuut van de wedstrijd. En Ajax staat nog steeds 1-0 achter. Wat gaat Ajax hier nou doen? Nou, Casper Dolberg is eruit. En die wordt, goed met de schouder weer weggezet van de bal. Het gaat erg gelijk op. Gaat Ajax dan toch weer in die laatste minuten van de wedstrijd scoren? Zakaria Labiat met Bandé. Bandé op door Van de Beek. Maar Van de Beek kan die worden aangespeeld. En dus in de gooi, nee, want de Graafschap weer binnen te houden. Alleen wel weer dom balverlies. Maar Ajax heeft de balverlies, maar het is ingooi. Ajax neemt de ingooi. Met Bandé, die de bal verliest. De Graafschap weer in de countermogelijkheid. Want Ajax met weinig bal. We hebben nog een krappe 4 minuten. Het lijkt erop dat Ajax hier gaat verliezen, want ja, zelfs met 2-0, nee. Onana die daar goed uitkomt. Weber, Labiat, Donny van der Beek, Neres, Van der Beek. Wat een sfeer, hè? Superpaas daar. Bandé, Van de Beek. In de 90ste minuut van de wedstrijd. Knap verdedigd. Een geweldig antwoord op deze aanval. En dat betekent dat Ajax hier gaat verliezen. Feyenoord. Van de Beek. Goed nieuws waarschijnlijk. Want Ajax nog in aanval. En het is 1-1. Zuiver, goed gespeeld. Daar is de gelijkmaker. Net op tijd. Net toen Casper Dolberg maakt die 1-1. De invaller. Ongelooflijk, hij gaat er toch nog in. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. En dan is het dus 1-1 voor Ajax en dat is lekker. En dan heeft de Graafschap toch weer een redelijke klap, maar wel een punt tegen de koploper. Maar alsnog, hier had je kunnen winnen. Het blijft vandaag bij een gelijkspel. Het blijft bij een gelijkspel. En dus weet Ajax gelijk te spelen. En de vraag is, wat heeft Feyenoord gedaan? We weten in ieder geval dat Emmen met 2-0 heeft verloren van FC Groningen. En we weten ook dat Feyenoord heeft verloren. Van SC Heerenveen met 3-0. Dus dat is goed nieuws. En dat door een late gelijkmaker van Dolberg betekent dat Ajax op 6 punten verschil komt. Maar ja mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan wel zeker niet dat duimpje te klikken en dan vast te abonneren voor meer natuurlijk. En dan check ik jullie later. Later boys!